Beleggen is vooruitkijken en dat gaan we doen in deze video. We gaan een paar aandelen bekijken, bespreken, maar vooral de focus leggen op verschillende sectoren. Sectoren waar veel aan de hand is, die nu al belangrijk zijn of die in de komende tijd belangrijk worden of nog veel belangrijker gaan worden. Want dat betekent ook dat het interessant is om daarin te gaan investeren. In deze video gaan we zeven sectoren bekijken, dus laten we snel beginnen. Dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus naar zeven sectoren kijken voor in de toekomst... ...die interessant zijn om in te gaan beleggen. Want ik beleg in ieder geval niet voor de korte termijn. Ik vind het juist veel interessanter uh, te beleggen voor de lange termijn. Beleggen is eigenlijk ook vooruitkijken en juist een paar jaar vooruitkijken. Daar zie ik veel kansen, dat vind ik interessant. Dat is ook wat ik een paar jaar geleden heb gedaan... ...en wat nu mijn grootste positie is, Tesla. Ik heb dat geloof ik ergens in 2017 voor het eerst gekocht... Toen was er nog gewoon een groot risico. Ik heb ook maar een paar aandelen gekocht die toen een stuk goedkoper waren. Maar ik had wel vertrouwen in de toekomst van elektrische voertuigen. Dat was vooral toen nog de focus van Tesla. Nu is er veel meer. Maar um, ja, in die sector, daar geloofde ik wel in. En wat vooral ook heeft geholpen was een boek en een video van Tony Siba. En Tony Siwa is een bekende auteur, spreker, docent. Een van zijn best verkochte boeken uh, is Clean Disruption uit 2014 al. Dit is het boek dat ik ook gelezen heb. Hierin voorspelt hij eigenlijk en vertelt hij eigenlijk ook um, hoe Silicon Valley voor een enorme verandering in energie en auto's gaat zorgen in de komende. 15 jaar was dat toen ongeveer nog, nu nog ongeveer 10 jaar. Uh, dit boek is echt een aanrader. Uh, maar er zijn ook zeker heel veel verschillende lezingen van hem. Er staan er genoeg van op YouTube. Ze zijn allemaal ongeveer een uurtje lang. En ik pak meestal, uh, als je er een paar hebt gekeken, zijn ze wel een beetje allemaal hetzelfde. Dus pak er gewoon eentje van de laatste tijd. Daar is vaak wat iets meer actuelere informatie in verwerkt. Maar als jij geïnteresseerd bent in elektrische voertuigen, of juist het beleggen voor de komende paar jaar, dan is dit zeker een aanrader. Pak een van die laatste lezingen. Maak daar gewoon tijd voor, neem daar de tijd voor, ongeveer een uurtje. Ik vind dat je er heel veel van kunt leren um, en dat het gewoon heel erg leuk is ook om op te kijken. Want wat hij tijdens deze lezingen laat zien in deze video's is vooral hoe ontwikkelingen gaan. Hij kijkt daarin naar het verleden, hij um, ja, analyseert dat en hij gaat ook kijken naar de toekomst en hoe snel verschillende ontwikkelingen ook steeds sneller gaan. Uh, het is vooral interessant, zegt hij ook, wanneer verschillende ontwikkelingen samenkomen. En Dat gebeurt juist nu de afgelopen jaar of de komende paar jaar steeds vaker, dat is ook iets wat uh, Cathy Wood van Ark Invest heel vaak roept. Een bedrijf als Tesla is niet één innovatie, maar dat zijn vaak verschillende innovaties samen. En juist daardoor zorgt het ervoor dat het echt zo'n disruptor is. Dat het ervoor zorgt dat één bedrijf eigenlijk een hele sector of misschien wel verschillende sectoren eigenlijk op zijn kop zet. En Tony Siba heeft het dan ook vaak over de S-curve, waar ik het van de week ook over heb gehad. Een verandering is vaak niet lineair. Dat begint wat trager en gaat juist daarna heel erg snel. Het gaat dus in een S-curve... Uh, ja, heel veel bedrijven onderschatten zo'n curve ook. Die denken wij zijn nu koploper, dat blijven we. Maar ja, dat zijn bedrijven zoals Kodak, die werd ingehaald door digitale fotografie. Of Nokia, of Motorola, uh, of BlackBerry, die zijn eigenlijk zijn ingehaald door de smartphones van Apple. Puur omdat zij geloven dat zij de beste waren. Terwijl Apple eigenlijk al met het volgende de volgende innovatie bezig was dus dat is wel uh, zie je hier ook terugkomen hoe belangrijk zo'n S-curve is maar goed dat wordt dus allemaal in die lezingen besproken laat ik er niet te veel over zeggen ga vooral die een van die lezingen kijken en een link naar een, de laatste versie een goede versie zal ik hier onder plaatsen laat ook even zijn website bekijken want daar staat op zich best wel een interessante quote op hij zegt namelijk the 2020s will be the fastest deepest and most disruptive decade in the history oftewel de komende tien jaar zijn het meest ja, veranderend, het snelst veranderend van de, ja, van de afgelopen... Ja, altijd eigenlijk, van, uh, in de geschiedenis. En dan voor de verschillende sectoren, zoals energie, transport... voedsel en landbouw, informatie, materialen. En het heeft ook eigenlijk op heel veel sectoren heeft het impact... maar ook op economieën, uh, steden, de politiek over de hele wereld... eigenlijk over alles wat we tegen gaan komen. Dus we zien dat het, eigenlijk, het veel breder is dan deze sectoren. Het heeft eigenlijk overal impact op op ons hele leven op alle mensen op de hele wereld, dus op zich best wel een ja, behoorlijk grote uitspraak. Al denk je dat er zeker wel een grote kern van waarheid ook in zit? En dat is dan ook precies de reden waarom ik deze video wil gaan maken, omdat we als beleggers juist richting de toekomst willen kijken. Wat zit er aan te komen? Wat wordt voorspeld dat gaat gebeuren? En kunnen wij als beleggers daarop inspelen om ook te profiteren van deze dingen? Zeven sectoren dus die ik wil gaan bespreken in deze video. En laten we beginnen met de eerste. En dat is AI en ook machine learning. En op de website van Oracle staat hier eigenlijk een hele mooie beschrijving over. Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie, AI, die is gericht op het bouwen van systemen. Die van de verwerkte data kunnen leren of data kunnen gebruiken om beter te presteren. Kunstmatige intelligentie is een overkoepelende term voor systemen of machines die de menselijke intelligentie nabootsen. En we zien dat dit al op heel veel plekken gebeurt. Uh, misschien zonder dat je altijd uh, meteen aan denkt, maar denk bijvoorbeeld aan communicatie met een bank. Een klantenservice kan voor een groot gedeelte al via machine learning gaan. Maar ook zeker binnen banken zelf. De controle op transactie die plaatsvindt, dat kan vaak al geautomatiseerd zijn. Denk bijvoorbeeld hier ook op YouTube. Als je een bepaald aantal video's hebt gekeken, dan gaat YouTube nieuwe video's suggereren op basis van wat je eerder hebt bekeken. Dus hij ziet welke interesses je hebt, hoe lang je naar video's kijkt en gaat dan voorspellen van, oh deze video's zullen misschien wel interessant zijn voor jou. Maar zeker ook Facebook. Facebook is hier eigenlijk helemaal op gebaseerd. Alles wat jij daar doet en interessant vindt, wordt meegenomen om het te, vo te voorspellen wat jij in de toekomst interessant gaat vinden, waardoor jij meer tijd op dat platform uh, samen gaat doorbrengen. Nou, dat heeft niet alleen op dit soort social media's te maken, maar ook gewoon op webshops. Zij maken gebruik van dynamic pricing, dus prijzen die worden aangepast misschien op concurrentie, op jouzelf. Dat zie je vaak bij vliegtickets het geval zijn. Nou, je ziet het wel, ik noem maar heel veel dingen op. Um, dit zijn gewoon op heel veel plekken wordt het al toegepast. En dit zijn dus allemaal systemen die gegevens bewaren en analyseren. Ook ten eerste om er zelf beter van te worden, om er zelf van te leren. Om en om de klant natuurlijk te helpen. Um, de klant is ergens naar op zoek en die wil graag het beste alternatief, het beste antwoord. Maar zeker ook. Daar kan het systeem zelf veel van leren door iedere keer te kijken van... heb ik de klant iets voorgeschoteld en heeft hij daar iets aan gehad? En zo ja, dan kan ik dat weer meenemen voor de volgende klant bijvoorbeeld. Dus ja, het is best wel breed en best wel interessant. En omdat het zo interessant is, is het misschien ook wel interessant... om juist te investeren in deze sector. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen via een ETF uh, voor de hele sector. Uh, ik weet niet precies welke ETF's er allemaal zijn... en zeker ook niet voor al deze sectoren. Dus ik zou zeggen, Google gewoon... Pak ETF gevolgd door de sector, bijvoorbeeld ETF Machine Learning. En kijk welke alternatieven daar komen. Welke ETF's er worden aangeraden door Google, met machine learning waarschijnlijk. En kijk ook welke bedrijven er in die ETF zitten, bijvoorbeeld. Dus je kunt dus kiezen voor een hele sector, zodat je eigenlijk spreidt over de hele sector. Maar je kunt er ook zeker een bepaald aantal bedrijven uitkiezen. En laten we dat ook even gaan doen, een paar bedrijven noemen die misschien wel ja, best wel grote namen zijn binnen deze sector. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Google, want zoals ik net al zei, de zoekmachine gaat daar natuurlijk heel erg op in. Ook Amazon doet dat. Um, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een soort van zoekmachine, maar dan met producten. Ook zij leren natuurlijk van wat klanten willen en kopen. Uh, Facebook heb ik zojuist al genoemd. We zien Square, omdat Square ook heel veel gebruik maakt van data om te analyseren of een klant wel een lening mag krijgen of niet. Nvidia, zij maken natuurlijk de grafische kaarten die vaak gebruikt worden ook voor dit soort dingen, voor dit soort processen. Of denk bijvoorbeeld aan de trading desk, de trade desk um, een aandeel wat natuurlijk gaat op advertenties en kijken ja, bij advertenties is het natuurlijk altijd van belang om te weten van wie is de klant en wat wil hij? Wat zijn zijn interesses om daar Advertenties bij te tonen. En voor al deze aandelen en aandelen die nog later in de video gaan volgen, zal ik weer even bij zeggen: het is geen aankoopadvies. Ik weet niet of dit de juiste aandelen zijn, of dat deze aandelen ook juist gewaardeerd zijn op dit moment. Dat is dus aan jezelf. Doe vooral zelf onderzoek. Maar ik wil gewoon een paar namen noemen van bedrijven die interessant zijn binnen deze sectoren. En mocht je nou geïnteresseerd zijn om te gaan investeren in deze sector. Of. In een van deze bedrijven. Ik raad dan altijd de Giro aan. Dat is wat denk ik de meeste van jullie gebruiken als broker. Maar waar ik zelf ook het meeste geld belegd heb. Een link naar de Giro zal ik onder deze video plaatsen. En als je nou een account aanmaakt via die link. Dan krijg ik daar een vergoeding voor. Dus daar help je het kanaal mee. Dat waardeer ik enorm. En op die manier kan ik ook investeren in de toekomst van het kanaal. Kijken we naar de tweede sector. Dat is Robotics. Oftewel robots. En dat kun je eigenlijk heel breed zien. Maar het komt er eigenlijk op neer dat... Alle robots die jou helpen als klant zijnde. Je kunt je bij denken aan robotstofzuigers, van bijvoorbeeld iRobot. Die voor jou het huis stofzuigen terwijl je aan het werk bent, dat je niet thuis bent. Maar het kan ook bijvoorbeeld een grasmaaier buiten zijn, die gewoon het gras voor jou maait. Maar het kan ook zeker heel uitgebreide robots zijn, zoals bijvoorbeeld Boston Dynamics. Dat geloof ik is overgenomen door Google. En het zou me niks verbazen als deze man waarschijnlijk als eerste wordt vermist zodra robots de baas worden hier op de wereld. Want dat is altijd het eerste wat ik denk als ik dit filmpje bekijk. Maar dit kan ook een hele interessante sector zijn om in te investeren. En over wat soort bedrijven hebben we het dan binnen deze sector? Nou, zoals gezegd, je kunt dus denken aan iRobot. Met deze uh, vooral bekend van de stofzuigrobots, de robotstofzuigers. Uh, denk ook aan Schneider Electronics, die gewoon heel erg veel... Ja, ...in de hele sector doet, maar vooral meer op het industrie, op de zakelijk gedeelte. ABB, maar ook bijvoorbeeld Teradyne, wat een fabrikant is van geautomatiseerde testapparatuur. De volgende sector is solar PV, oftewel zonnepanelen, want steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Ook ik heb inmiddels zonnepanelen hier op ons nieuwe huis. 10 stuks van, ik geloof, 325 watt piek per paneel, zoals ze dat noemen, geloof ik. Maar ja, steeds meer mensen hebben het. Er wordt daarom dus ook steeds meer geproduceerd. Omdat er meer geproduceerd wordt, wordt het goedkoper. Daarom gaan weer meer mensen het kopen. Maar dat geld kan weer gestopt worden in ontwikkeling, waardoor het efficiënter wordt, waardoor de kosten uiteindelijk weer omlaag gaan. Dus je ziet wel dat het op die manier, omdat het groter wordt, ook steeds interessanter wordt en goedkoper wordt. Als je dan gaat kijken naar de kosten van zonne- en windenergie, dan zie je dat die al jaren aan het dalen zijn. En ik geloof van zonne-energie en zo'n 16% per jaar. Top op een punt dat vaak nu al is dat het goedkoper is dan fossiele brandstoffen. Al is dat een beetje afhankelijk van de locatie natuurlijk. In Dubai heb je nu bijvoorbeeld zonne-energie voor 1,3 cent per kilowattuur. Terwijl dat in Europa zo 2 tot 6 cent is. Maar ja, nog wel dus goedkoper of eventueel gelijk met wat kolen kosten in Europa. Ook hier kun je natuurlijk weer investeren in de sector. Uh, ik ga niet al die ETF's maar noemen. Die kun je er dus zelf van uh, opzoeken. Maar wel een paar specifieke bedrijven wil noemen. Denk hierbij aan First Solar. Volgens mij marktleider wat betreft zonnepanelen in de wereld. Solar Edge. Daar heb ik bijvoorbeeld zelf de omvormer voor. Heel veel elektronica die dus rondom je zonnepanelen ook nodig hebt. En hetzelfde geldt voor Enphase Energy. Ook een beetje een concurrent van Solar Edge. En als je naar deze aandelen gaat kijken. Ook deze zijn natuurlijk gerelateerd aan de EV-aandelen die ik eerder al heb, vaak heb benoemd. Um, heel erg een grote hype. Bubbel. Veel interesse, net hoe je het wilt noemen. Maar je ziet dat deze aandelen vaak al meer dan verdubbeld zijn dit jaar. Soms zelfs wel tot 400 procent. Dus uh, ja, ik weet niet of het het juiste moment is. Maar ik weet zeker wel dat het interessante aandelen zijn ja, voor de komende paar jaar. Gaan we naar de vierde sector of technologie? En dat zijn batterijen. Want we zien natuurlijk dat de. Ja, ...interesse naar batterijen steeds groter wordt. Dat heeft natuurlijk te maken onder andere met elektrische voertuigen waar deze in worden gebruikt. En hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij zonnepanelen. Omdat er meer vraag naar is, wordt er meer geproduceerd. Kunnen de kosten omlaag, maar er kan ook meer weer geïnvesteerd worden. Het wordt interessanter om er meer in te investeren. Juist om de productiekosten ook weer omlaag te krijgen... ...maar juist ook om de efficiëntie omhoog te krijgen. Dat is iets wat we bijvoorbeeld bij Tesla zien... Tijdens hun laatste Battery Day hebben ze eigenlijk aangekondigd of een voorspelling gedaan wat zij verwachten voor de komende drie jaar te kunnen bereiken op het gebied van batterijen. We zien dat ze uitgaan van 54% meer rijbereik uit een accu dat een accu per kilowattuur ook 56% goedkoper wordt. En dat het bijna 70% goedkoper wordt om de fabriek te bouwen... om deze accupakketten op te bouwen. En ik denk zelfs dus dat Tesla nu wel heel erg populair is... maar dat dit onderdeel van Tesla ja, te veel wordt onderschat. Zeker misschien ook wel omdat ik wat verder vooruit kijk. Tesla zegt dat het misschien nog wel drie jaar kan duren. Heel veel beleggers gaan voor de korte termijn. Maar ik investeer... Ja, ik investeer niet extra in Tesla, maar ik heb mijn aandelen. En de reden dat ik ze nu niet verkoop, is onder andere omdat ik geloof wat er aan zit te komen over deze paar jaar. Dus wat Tesla zelf al aangeeft, dat dit een enorme impact gaat hebben op Tesla, op het bedrijf, maar eigenlijk op de hele industrie ook. En wil je nou investeren in deze sector? Dan kom ik ten eerste natuurlijk uit bij Tesla. Al weet ik dus niet of dit het juiste moment is met de juiste koers. Maar zeker een interessant bedrijf. Denk ook aan Albemarle. Uh, ze hebben vaak de grondstoffen voor deze accu's. Zoals lithium en dat soort dingen. Ze hebben de mijnen. Dus heel erg belangrijk dat gedeelte. En bijvoorbeeld Panasonic. Panasonic maakt de batterijen. En Tesla maakt van die batterijen een batterijpakket. Dan gaat volgens mij uh, Tesla ook wel zelf batterijen maken. Maar ze gaan ook hun techniek weer delen met Panasonic. Dus ja, batterijen zijn gewoon heel erg belangrijk in de toekomst. En misschien ben je nog niet geen voorstander van Tesla, maar kijk dan zeker wel naar Panasonic. Even kort tussendoor. Vind je dit een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden en ik daar meer videos over kan maken. Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt dan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video abonneren. Eventueel op het bel-icoontje om nooit meer een video te missen. Gaan we nu weer terug naar de video? Dan zijn we aangekomen bij nummer 5, en dat is Internet of Things. Steeds meer apparaten zijn verbonden met het Internet. Um, je hebt daar vaak een sensor en een processor voor nodig. Maar als je het eenmaal hebt, dan kun je het vaak zo gek niet verzinnen of het is verbonden met het Internet. Van koffiezetapparaten tot koelkasten, zodat je op je smartphone kunt zien wat er nog allemaal precies in je koelkast staat. Heel erg leuk, vooral gadgets nu, maar ja, het is in ieder geval wel mogelijk. Maar dit betekent wel dat ieder van dit soort apparaten minstens één of soms wel meerdere chips nodig heeft, processors nodig heeft om uiteindelijk ook data naar het internet toe te krijgen, verbinding te maken met het internet. Dus vind je dit een interessante sector? Denk dan bijvoorbeeld aan aandelen van Qualcomm. Natuurlijk een heel erg grote naam wat betreft chips, want ik geloof dat er al een stuk of vijf in een iPhone zitten van Qualcomm. Je kunt dan Apple denken. Apple zeker nu met hun laatste eigen uh, chip, de M1-chip die hier ook in de Mac mini zit. Ik heb hem van de week gehaald. Ik had wat problemen met mijn oude computer. Um, ik moest betrouwbaarheid hebben om natuurlijk deze video's telkens op tijd online te krijgen. En de reviews over deze nieuwe chip als je ziet. Hoe energiezuinig je is en hoe goed die is. Dan heeft dat heel veel ja, potentie voor de toekomst. Dus daar alleen al om is interessant om naar Apple te kijken, denk ik. En Apple maakte in het verleden vooral gebruik van Intel. Intel, natuurlijk, een heel erg grote naam. Uh, goede processoren. Maar alleen op dit gebied al zie je dat misschien Apple. Uh, Intel misschien over een paar jaar wel in gaat halen. Zeker als Apple dit tempo-niveau vol kan houden. Kijken we naar de zesde technologie en dan denken we aan blockchain. Als je blockchain zegt, zullen veel van jullie denken meteen aan cryptocurrencies. Zeker op dit moment. Cryptocurrencies zijn weer heel erg interessant. Um, het is ja, een heel erg groot risico. Het is ook niet per se een investering. Um, maar het is wel ja, interessant omdat je er geld mee zou kunnen verdienen. Het is wel heel erg veel speculatie. Meer over cryptocurrencies trouwens. Um, Aans aan de woensdag denk ik, als ik de video op tijd afkrijg. Dan heb ik een gesprek met Madelon Vos. Vroeger bekend als Miss Bitcoin. Dus... Um, via Instagram, ik zal hem hier even plaatsen, zal ik van de week even jullie feedback vragen of input eigenlijk vragen voor dat interview van welke vragen hebben jullie die je graag beantwoord ziet worden door Madelon. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje cryptocurrencies toch wel bespreken. Ik heb zelf ook cryptocurrencies, ik heb er niet alle kennis van en um, ik wil ook zeker niet allemaal video's gaan maken over cryptocurrencies, want... Daar is dit het kanaal niet voor, daar zijn andere kanalen veel beter voor. Maar ik wil het natuurlijk wel een keer behandeld hebben. Maar de blockchain kun je dus toepassen op veel meer dingen dan alleen cryptocurrencies. En er zijn nu ook al vaak toepassingen waar het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij banken, maar denk ook aan digitale ID's, uh, tickets die je kunt boeken, het online stemmen op verschillende dingen. Je zou kunnen denken aan medische gegevens, financiële gegevens, maar ook bijvoorbeeld transacties. Bij bijvoorbeeld vastgoed, zodat je eigenlijk in een openbaar register vast heb liggen van van wie is dit pand en wie is de vorige eigenaar geweest of wie heeft wat betaald op welk moment, zodat eigenlijk iedereen weet van wie dat pand is, want dat is juist de kracht natuurlijk van blockchain. Vroeger en eigenlijk tot en met heel vaak tot nu toch... zijn heel veel dingen gecentraliseerd, terwijl eigenlijk de blockchain de kracht daarvan is dat niet alles op één plek is, maar eigenlijk dat er heel veel verschillende plekken zijn waar deze informatie zit en dat het daarom eigenlijk onmogelijk is om op die ene plek informatie aan te passen. Dat eigenlijk omdat het overal ja, gedupliceerd is, je de betrouwbaarheid van dit netwerk ten eerste heel erg omhoog krijgt. Maar ook de afhankelijkheid natuurlijk heel erg kunt verlagen. Want je bent niet langer afhankelijk van die ene partij. Omdat er veel meer partijen zijn die deze informatie beschikken en ook kunt vergelijken met elkaar. Om te verifiëren of deze data dus klopt. Wil je investeren in deze sector en dan niet naar cryptocurrencies, maar echt naar aandelen naar bedrijven. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Nvidia. Zij hebben natuurlijk de grafische kaarten die je nodig hebt voor de verwerking van deze data. MasterCard voor die betalingen. Nu gaat alle betalingen nog veel via creditcard. Maar het zou zomaar kunnen dat de blockchain technologie ook gewoon gaat toegepast gaat worden op betalingen die jij en ik via de bank of wat andere dingen doen. Denk ook aan DocuSign, het digitaal ondertekenen van contracten. Want zoals ik net al zei, vastgoedtransacties of dat soort dingen kun je gewoon heel makkelijk en heel snel uh, goedkoop ook in de blockchain vastleggen. En als laatste Square. De betalingsdingen uh, van Jack Dorsey. Natuurlijk, omdat uh, Square zelf al betalingen mogelijk maakt via blockchain. Dat jij uh, Bitcoin kunt kopen met fiat geld, met euro's of met dollars. Maar zeker ook met de plannen die zij in de toekomst hebben rondom blockchain. En komen we daarbij bij de laatste sector of technologie. En dat is data en cloud. En dit is eigenlijk een paar dingen samen samengevat. Er vallen eigenlijk meerdere dingen onder. Maar ik vat ze samen tot. Dit enige geheel voor deze video. Ten eerste te denken aan mobiel internet en cloud. Vervolgens big data. En tenslotte computing. Want we hebben het bij het eerste onderdeel van deze video gehad over machine learning. Dat machines, dat software leert van steeds meer data, van nieuwe data. Um, je hebt natuurlijk dus uiteindelijk data nodig. Ten eerste moet je hem ergens opslaan. Dan moet je hem verwerken en ook misschien nog wel ergens toepassen. Dat is juist wat deze sector, deze technologieën ja, van toepassing zijn. En je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de datacenters van Google, waar alle informatie van de zoekmachine staat. Maar zeker ook deze video, bijvoorbeeld. Alle YouTube-video's zijn daar opgeslagen. Of wat te denken van Amazon met hun Amazon Web Services. Een dus, ja, heel erg belangrijk onderdeel van het bedrijf inmiddels. Een groot gedeelte van de winst komt ook daarvan af. En bijvoorbeeld, Netflix maakt volop gebruik van dit platform, juist om heel veel van deze series en films op te slaan. Juist die pieken en dalen in het aantal gebruikers op te vangen. Dus um, zij zetten daar hun video's neer. En zij kunnen dan ja, deze video's en series streamen naar gebruikers. Naar jij en ik. Die wanneer we willen een keer vrije tijd hebben dit willen gaan bekijken. Dat gaat vaak voor een groot gedeelte op het platform van Amazon, AWS dus. En waar we bij machine learning hadden, over vooral de software, wil ik hierbij gaan kijken naar de hardware. Dus. Vind je dit een interessante sector? Welke bedrijven zijn mogelijk interessant om in te investeren? Nou, denk dus bijvoorbeeld aan uh, Amazon, juist vanwege hun AWS, Amazon Web Services, Nvidia, vanwege hun grafische kaarten die wederom nodig zijn, Cloudflare, wat eigenlijk een Amazon-concurrent is, zou je het een beetje kunnen noemen, maar zeker ook Microsoft, die een steeds groter gedeelte van hun omzet haalt, juist uit clouddiensten. En nu hebben we dus zeven sectoren of technologieën besproken. Wat het eigenlijk veel interessanter of extra interessant maakt. is wanneer verschillende van deze technologieën dus samenkomen. Wat ik eerder al in deze video aan heb gegeven. dat steeds vaker aan het gebeuren is. maar zeker ook gaat gebeuren in de toekomst. Als voorbeeld hebben we dus bijvoorbeeld Tesla. We hebben hier een paar technologieën voorbij zien komen. waar Tesla eigenlijk gebruik van maakt. Denk aan machine learning voor een autopilot. om zelf te laten rondrijden. Eigenlijk Internet of Things ook wel een beetje met sensoren. Uh, je kunt ook denken aan de batterijen, uh, want natuurlijk, batterijen zijn een heel belangrijk onderdeel van een auto. Denk aan Solar PV, de zonnepanelen van Tesla. Ook zij gaan die nu niet letterlijk zonnepanelen, maar wel verwerken in dakpannen. Dat wordt dus een belangrijk onderdeel voor Tesla. Maar ook een bedrijf als Nvidia hebben we verschillende keren voorbij zien komen in deze video. Juist vanwege hun grafische kaarten die je nodig kunt hebben bij machine learning. In datacenters. En op veel andere manieren eigenlijk nog wel. Dus Nvidia was vroeger eigenlijk echt een gamingbedrijf. Grafische kaarten om te gamen. Terwijl je nu ziet... Wat volgens mij bijna al de helft van hun omzet juist niet uit gaming komt. Dus we zien wel wat de mogelijkheden zijn. En wat de verklaring misschien ook wel is van de stijging van het aandeel van Nvidia in het afgelopen jaar. En zo zie je maar genoeg mogelijkheden voor de komende jaren. Dit zijn sectoren waar ik ook veel in geloof. Dit waren dan zeven voorbeelden. Maar ik geloof dat Tony Siba er uiteindelijk dertien sectoren heeft. Misschien ga je ook nog kijken naar wat ARK Invest te vertellen heeft. Al komen vaak verschillende sectoren wel uh, meer overheen. Al richt ARK zich ook wat meer op de medische kanten. Uh, DNA sequencing, zoals ze dat noemen. Uh, maar ja, dat is dus wat ik in deze video had willen behandelen. Mogelijk heb jij nog leuke sectoren, leuke aandelen die je wilt delen. Waar jij heel veel in gelooft voor de komende jaren. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video's. Welke sectoren of bedrijven zijn dat? Maar vooral ook waarom vind je dat interessant? Want dan kunnen we daar allemaal van leren. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen. Van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Je helpt het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag weer bij de volgende video te zien.